good, motherfuckers. De kerstboom is motherfucking aanwezig. Christmas. Welkom bij weer een nieuwe video. Fantastisch dat jullie kijken naar mijn YouTube kanaal. We hebben bijna de 5000 abonnees aangetikt. Dus laten we vooral ervoor zorgen dat dat voor 2020 gaat gebeuren. Dankjewel. Het is nog steeds Kelsember, de maand waarin ik niet elke dag. Normaal gesproken denk ik altijd elke dag, maar ik word ook een jaartje ouder, hè. Ik heb mijn rust nodig. Om de dag upload ik een video, zoals jullie weten, zolang we het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. En vandaag is het aantal dit. Maar ja, we halen het toch vrijwel altijd. Ik moet toch wel zeggen dat 2020 het jaar was waarin ik bekender ben geworden. Ja, ik ben bekender geworden. Ik kan minder goed over straat wandelen als een Mogol op zondagochtend zonder pakken haar en kleren. Dan zeggen mensen, oh die zwerver die lijkt echt op Calvin, hè? Zal dat hem zijn? Ja, ik ben het gewoon. Maar in mijn onderbroek en slippers, oké? Okay? Fuck jullie. Het is wat erbij komt, de bekendheid en de fame en de celebrity en de interviews en de media en de rode lopers. Het is er allemaal bij gekomen. En dat betekent dat meer mensen ook een mening over je gaan hebben. En dat moet je tegen kunnen. Ik denk dat dit toch wel het jaar was voor de YouTubers in Nederland waarin we een olifantenhuid ontwikkelden. Omdat hoe groter je wordt, hoe bekender je wordt, hoe je ook meer merkt dat mensen denken dat je invincible bent. En dan het idee hebben dat ze gewoon alles over je kunnen zeggen en alles van je kunnen vinden. Ik had vandaag zoiets van, nou ja, als jullie dat dan vinden, hè. Zeg het dan gewoon in mijn gezicht, ja? Oké. Okay. Ik wilde eigenlijk mensen op straat gaan vragen wat ze van mij vonden. Totdat ik besefte dat mensen natuurlijk niet echt een objectief antwoord gaan geven op het moment dat ik bij ze sta met de microfoon. Dat is hetzelfde als wat je vriendin vraagt. En vind je dit een mooie hoed? En dat jij denkt, ja, dit is echt fucking lelijke hoed. Ja, schat, het is echt een hele mooie hoed. Ja, echt heel mooi. Toen dacht ik, wat als ik mijn maatje Paul op straat stuur om mensen te vragen wat ze van mij vinden. En dat heeft hij gedaan en daar ga ik vandaag naar kijken en op reageren. Dus like de video, abonneer op mij, volg me op Instagram en dan gaan we beginnen met, wat vind jij van Calvin? Het straatbeeld. What's good? Welkom allemaal. Mijn naam is Paul, a.k.a. Paul. Ik vind het mooi, ik vind het nu al mooi. Mocht je afvragen wie Paul is? Nou, dit is Paul. Really? God damn it, Brandon. En dit is Paul. En dit is Paul. Prank. Allemaal pollen. Dat is een maatje van mij, oké? Bek houden. We zijn hier vandaag op de Dappermarkt midden in Amsterdam. Dit is een geweldige plek met heel veel diversiteit. Dat is wel waar. Amsterdam-Oost, Dappermarkt, alles loopt er rond. Iedereen vindt alles best. Ik ga ze gewoon wat vragen stellen en kijken of ze hem kennen. Wat ze van YouTubers vinden en wat ze van deze man vinden. Dus ga met me mee. Ik ben heel erg benieuwd. Let's go! Cheer! Goed geëdit. Netjes geëdit. Kennen jullie deze heer? Waarvan ken je hem? YouTube. Ken je deze persoon? Ja, ik ken deze persoon. Wat is zijn naam? Calvin. En waarvoor ken je hem? YouTube. Kijk je ook zijn filmpjes? Af en toe. Deze jongen, ken jij die? Ja, zeker. Wie is dat dan? Calvin. En wat vind je van hem? Ja, normale jongen. Normale jongen. Strijders uit de buurt, Amsterdam, Oost, Dappermarkt, bam bam bam, let's go man. Ik word er wel blij van. Ik word nu al blij van al deze mensen. Als ik mag vragen, wat vind je van deze foto als je hem zo ziet? Gewoon een mooie foto. Deze lieve jongen, kent u deze jongen? Nee. Ah, dan zie je dat mijn doelgroep ergens ophoudt. YouTube. Ja, kijk. Heet die toch? Ja, precies. Kijk eens filmpjes. Ik kijk niet zijn filmpjes, nee. Bro. Je weet niet wat je mist, man. Je weet niet wat je mist, man. Ik zeg het je eerlijk. Paul moet op de foto. Mijn matties moeten soms op de foto. Terwijl mensen niet eens weten wie ze precies zijn. Maar dan denken ze, ah joh, dit is gewoon, hij kent Calvin, we gaan met hem op een foto. Het is hartstikke dik, jongen. Beetje alsof je met de tante van Justin Bieber op de foto gaat. Ja, je hebt geen idee wie het is, maar je staat wel op de foto met de tante van Justin Bieber. Ik vergeleek mezelf net met Justin Bieber, moet niet meer doen. Vind je dat hij zichzelf ook mooi maakt? Oh, ben je gek. Waarom moet hij zich mooi maken? Hij is zo mooi van zichzelf. Oh. Waarom moet hij zich mooi maken? Hij is toch mooi van zichzelf? Ja, ik verstond het gewoon, hoor. De editor kon het niet ondertitelen, maar ik verstond het gewoon. Ken jij deze jongen? Nee. Heb je nooit gezien? Mm-mm. Dit is... Heb je Calvin nooit gezien? De meest bekende YouTuber van Nederland? Nee. Deze strijder is zijn broodje aan het eten. Nee, ik heb geen idee. Nou, welkom. Aangenaam. Ik ben het. Calvin. Dit is Calvin. Dit is een bekende YouTuber. Want kijk je wel YouTube? Ja. Wat vind je van hem? Ja, een beetje lelijk. What the? Wat is dit?
Beetje lelijk? Dat is helemaal niet aardig. Gele tanden. Ja, zijn haar is ook niet mooi. Zijn te wild. Een beetje te wild. What? What are you talking about? Waar heb je het over? Hoe bedoel je wilde haren? Dit is gewoon, een strak kapsel. Niet alleen maar positiviteit, merk ik al. Oh ja, die ken ik wel, ja. Waarvan? Van Expeditie Robinson. En wat vind je van hem? Ja, ik ben blij dat hij eruit is. Ik vond... Oh! Nee! Nee, Pik! Echt een verschrikkelijk, ja, kwalbakkie. Blondeerde haar, dat kan echt niet. Dat is echt... sneu, gewoon. Dat zou ik echt, weglaten. Dan beter kaal. Dit ziet er gewoon echt niet uit. Beetje zielig. What? What? My life is a lie. My life is a fucking lie, man. Mijn leven is een fucking leugen. Gebleekte hoofd, vuile oplichter. Ja. Wat? Wacht even, wat zei hij nou? Gebleekte hoofd, vuile oplichter. Ja. What the fuck? Hoezo ben ik nou weer oplichter? Wat de fuck, Pik? Ja, een beetje boerenkinkeltje die een beetje lijp loopt te doen in Amsterdam. Beetje overdreven filmpjes. Ja, ik vind het echt niks aan. Ik hoor wel eens mensen positief en denk echt, waar zit je naar te kijken? Nee! Dit kan toch... Dit is niet... What the fuck is dit? Dit meen je toch niet? Dit meen je... Dit is helemaal niet leuk. Waarom zit dit er allemaal? Ik had verwacht. Ik dacht dat het leuk zou worden. Ik dacht, mensen zijn wel positief. Nou hier, een lekker wijf. Kom maar. Ik vind het niet zo knap. Ik vind zijn haarkleur niet mooi. Oké, maar kom je dan ook uit Oosten van het land of niet? Ik vind zijn haarkleur niet mooi. We hebben beide dezelfde haarkleur, dus ik zal me hem oppassen met wat je zegt. Ja, het is ook gewoon jammer eigenlijk dat dit soort mensen gewoon bestaan eigenlijk. Ja, dat hij er waarschijnlijk nog geld aan verdient. Paul, je bent nou gewoon fucking aan het stoken, gast. Dit is niet eens meer, dit is niet eens meer objectief. Je bent nu mensen gewoon aan het sturen. Als je één ding tegen Calvin zou mogen zeggen, wat zou je dan tegen hem zeggen als hij hier nu voor je neus zou staan? Stop met YouTube. Nou, we gaan weer verder, hoor. Amsterdam-Oost is positief. Het ziet er wel echt uit als een gore, vieze... Echt, ik denk dat het een hele slappe, irritante is. Nee, dit kan, ik geloof er niks van. Paul aan het stoken, ik weet het zeker. Ah, ik geloof hier echt geen reet van. Heb je Expeditie Robinson gezien bijvoorbeeld? Heb je hem daarin gezien? Ja. En wat vond je daarvan hem? Ik vond hem super slecht. Ik vond het echt niet om naar te kijken en ook hoe hij eruit is gestemd. Ja, ik vond het echt klasse en ik hoop hem nooit meer op tv te zien. Sorry, maar ik vind dit heel raar. Ik vind het aan de ene kant helemaal te gek. Aan de andere kant denk ik, hoe kan dit nou? Ik doe zo'n best en dan krijg je dit. Godverdomme. Ik geloof dit niet. Nou ja, goed, kijk, deze jongen die maakt hele leuke filmpjes voor de jeugd. Hij had mij echt heel erg in de maling genomen. En we zijn dus eigenlijk filmpjes aan het maken en mensen aan het interviewen. En vragen of ze eigenlijk iets heel slechts over hem willen zeggen. Ik wist het! Ik fucking wist het. Oh jongen, ik zat hier al, ik dacht, nee man. Het straatbeeld, is het zo veranderd? Neem niet, dus waar moet ik slecht over die jongen zeggen? Misschien iets dat je zo... En uiteindelijk gaan we zeggen dat het een grap was. En dan laten we de leuke beelden zien. Dat doe ik niet. Oh. Ik ga niet zeggen dat hij slecht is, terwijl hij niet is. Ik ken hem niet. What follows is a brief construction montage. Oh, je kent hem van Expeditie. Ja. Wat vind je van hem? Ik vond het een heel leuk joch. Ja? Ja. Hij was wel een lekker positief persoon. Yes, toch liefde. Oh, mijn ego wordt weer hersteld. Mijn onzekerheid gaat weer weg. Ik krijg mijn leven weer op de rit. Ja, hij is echt schattig. Hij deed mee aan Expeditie Robinson. Ze vonden me schattig. Mensen vinden mij nooit schattig. Ik ben meteen weer die vieze narcist met een ego. Die gewoon meteen, ah ja, complimentjes, ah ja. Bij welke filmpjes vind je wel vet van hem? De gekkenwerkvideo's van hem. Die zijn wel hard, hè? Iedereen is gewoon positief, Paul! Wat is dit nou? Als ik mag vragen, wat vind je van deze foto, als je hem zo ziet? Gewoon, mooie foto. Uit? Het lijkt me een hele vrolijke, nuchtere jongen. Dankjewel, dat klopt ook wel. Maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet uit je mond horen, want hij heeft mij laatst geprankt. En ik wil hem dus heel hard terugpakken. Yeah. En we vragen hier dus mensen op de Dappermarkt om gewoon alleen maar kak over hem te praten.
Alleen maar kak. Hoe heb je deze mensen zover gekregen om dat te doen? Nou ja, roem maar groentes, want we piepen het weg. Dus het lijkt gewoon alsof... Aardappels, klootzak, boerengroenten, wortel, oranje, courgette, aubergine. Ik vind het helemaal top. Iedereen dacht dat hij me volledig verrot aan het schelden was. Nou, ik ga zelf maar een horloge halen, want aan die kut Rolex van jou heb ik helemaal niks aan natuurlijk. Ja, die prank van jou sloeg echt helemaal nergens op. Dus ik heb je even goed teruggepakt. Ik denk dat de mensen hier op de Dappermarkt mooie dingen over je hebben verteld. Hele mooie dingen. Ik zal dit altijd onthouden. Oké, Kelvin, love you. Later. Vieze hond. Vieze, vuile hond. Ik ga hem nu facetimen. Ja, ik heb dat interview van je bekeken. Ik wou even zeggen dat ik je een vieze, vuile teringlijf vind. Nou ja, zeg. Nee, ik vond het echt fucking grappig. Ja. Ja, ik vond het hier horloge vond ik ook heel grappig. Nou, ik vond het echt... Ik zat eerst een paar reacties dacht ik, nou, lekker. En toen werd het wat negatief, dacht ik, nee toch. Op een gegeven moment ging het zo ver met die gast die ging schelden, dat ik echt dacht, nou, dit kan niet. Nu gaat het te ver. Allemaal zieke woorden van achter elkaar fire. En die oude vrouw in die scootmobiel, nou, ik... Oh, ja. Zij wilde niet, hè. Ik kreeg haar niet zo ver om jou uit te zetten. Nee, dat was echt fucking grappig. Dankjewel voor dit leuke kerstcadeau. Ja, alsjeblieft, jongen. Ik hoop dat je sterft. En ik hoop ook dat jij sterft. Doei!